Sinds 1988 ben ik geabonneerd op ons erfdeel De Lage Landen. Dit is een fantastisch tijdschrift waar ik ongelooflijk veel informatie heb gehaald die ik kon gebruiken gedurende al die jaren bij interviews die ik maakte voor de VRT, radio en televisie. Dat is ondertussen 3 meter lang, meer zelfs, aan tijdschriften, aan informatie. Dat is een monument aan materiaal. En daar kon ik inderdaad gedurende al die tijd SS uitpikken. Als ik een naam moest interviewen, dan vond ik dat bij ons erfdeel, De Lage Landen, steeds weer terug. Daarom is het belangrijk dat De Lage Landen, het tijdschrift voor Vlaamse en Nederlandse cultuur, belangrijk mag blijven, kan blijven. En daar kunt u steun aan verlenen. Sinds 1988 ben ik geabonneerd op ons erfdeel De Lage Landen. Dit is een fantastisch tijdschrift waar ik ongelooflijk veel informatie heb gehaald die ik kon gebruiken gedurende al die jaren bij interviews die ik maakte voor de VRT, radio en televisie. Dat is ondertussen 3 meter lang, meer zelfs, aan tijdschriften, aan informatie. Dat is een monument aan materiaal. En daar kon ik inderdaad gedurende al die tijd SS uitpikken. Als ik een naam moest interviewen, dan vond ik dat bij ons erfdeel, De Lage Landen, steeds weer terug. Daarom is het belangrijk dat De Lage Landen, het tijdschrift voor Vlaamse en Nederlandse cultuur, belangrijk mag blijven, kan blijven. En daar kunt u steun aan verlenen.